16e eeuw onder de fundering van een woning ingegraven. En de inhoud was in die tijd een kapitaal waard. Op dit terrein, midden in de Rotterdamse binnenstad, is de schat gevonden. Met een metaaldetector werd de schoen ontdekt. Vervolgens wordt alles voorzichtig afgegraven. En als eenmaal duidelijk is wat erin zit, tja, dat doet zelfs een doorgewinterde archeologenhart sneller kloppen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, als je zo'n gekke schoen vindt met zoveel zilveren munten erin, dan is dat voor ons ook wel kicken. Dit zijn de munten. Ze zitten in een oude schoen en ze zijn ruim 400 jaar oud. Het is echt heel bijzonder om dit vast te houden. Toen hadden ze een waarde van ongeveer 50 gulden. En nu? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. En kijk, als ik een slag in de lucht moet doen, dan zou ik zeggen, nou, misschien 10.000, 15.000 euro. Ter vergelijking, 50 gulden was toen de tijd ongeveer 2 maandsalarissen. Veel geld dus. Maar waarom stopt iemand dat onder de grond? Ja, waarom die het in de grond verstopt heeft, dat is natuurlijk altijd een raadsel, zal ik maar zeggen. Maar of het is een spaarpotje of 80-jarige oorlog, vrij rumoerige tijd, dat ze dachten van nou, ik ga mijn geld maar eventjes wat veilige plaats neerzetten. Veilig genoeg blijkbaar, want pas 420 jaar later is de schat gevonden. Bijzonder aan de collectie is dat er 120 jaar tussen de jongste en de oudste munt zit. De oudste dateert uit 1472, de jongste uit 1592. En omdat dit de jongste is, denken we dus dat die schat inderdaad rond 1592 of misschien 1593, februari 1593, verborgen zou kunnen zijn. Dus waarom specifiek zo februari? Nou, dat doe ik even omdat het nu februari is. Dus dan zou het 420 jaar geleden zijn dat hier iemand deze munt verborgen heeft.